Dan geef ik het woord aan de heer Pechtold van D66. Vrijdagavond, het begin van het weekend. Een voetbalstadion, een concertzaal, 5 restaurants en cafés. Het toneel van het drama in Parijs. Na eerder dit jaar al een redactie van een tijdschrift en een supermarkt. Parijs, de stad van liefde en vrijheid, opnieuw geraakt in het hart van de vrijheid, de liberté. Mensen die het leven vieren, hun dagelijks leven, op een doorsnee vrijdagavond. En Parijs staat niet op zichzelf. We hadden Bagdad en Beirut in diezelfde 24 uur. En eerder een Russisch vliegtuig, een Tunesisch strand, de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Het is een duidelijk patroon, terrorisme. Niet gericht tegen een specifieke vijand, maar louter bedoeld om angst en haat te zaaien onder gewone mensen in een vrije wereld. En dat is al langer bezig. En het zal niet morgen stoppen. Dat is de realiteit. Voorzitter, Nederland rouwt schouder aan schouder met de Fransen. En ik sluit me aan bij iedereen die de afgelopen dagen deze laffe terreurdaad op vele onschuldige mensen scherp veroordeeld heeft. Dat signaal van eensgezindheid en solidariteit kan niet krachtig genoeg klinken. En toch voel ik ook ongemak. Ongemak om hier vandaag het debat aan te gaan. Met welk doel staan we hier? Natuurlijk zit ik net als iedereen met vele vragen. Hoe kon dit gebeuren? Wat wisten de veiligheidsdiensten? Hadden we nog beter meer kunnen doen? Voorzitter, het is de natuurlijke reflex van mij, van u, van iedereen. Vragen stellen en zoeken naar antwoorden. Grip proberen te krijgen op iets dat niet begrepen kan worden. In dit debat vallen ook grote woorden. Wordt gevraagd om nieuwe maatregelen. We zoeken de verschillen. Grenzen open of grenzen dicht? Zijn we in oorlog of niet? Doet het kabinet te veel of te weinig? Weet u, voorzitter, ik voel me daar niet prettig bij. Ik zei het al, ik voel ongemak. Ongemak richting nabestaanden. Want als we nu weer nieuwe maatregelen aankondigen, dan zeg je dus ook, we deden tot nu toe te weinig. We waren niet goed voorbereid. Dit had misschien wel kunnen worden voorkomen. Ongemak ook richting mensen thuis. Welke verwachtingen scheppen we dan met zo'n debat? Dat de politiek dé oplossing heeft? Dat we zouden kunnen voorkomen dat individuele gekken zich verschuilend achter geloof of ideologie aanslagen plegen? Ongemak voel ik ook de laatste dagen als ik de televisie aanzet of de kranten opensla. Urenlang dezelfde beelden, pagina na pagina, paniek. Praten we elkaar op die manier de angst niet aan? Meer angst dan nodig is. Voorzitter, wat wil ik dan hier vandaag wel kwijt? Laten we herdenken. Laten we rouwen. Eén zijn met de Fransen in verdriet. Maar laten we ook kalm en nuchter blijven. Realisme prediken. Gun de terroristen niet dat hun doel, angst zaaien, onze levens beheerst. Ik begrijp de machteloosheid bij mensen. En die voel ik zelf ook. Maar leef de machteloosheid van je af. Ga door met leven. Ga door met werken. Niet gewoon. Net alsof er niks gebeurd is. Maar ga wel door met leven. Ik kreeg de afgelopen week vaak de vraag, vindt u het een probleem dat de premier in Zuid-Afrika is? Nee, zeg ik u hier. Ik vond en vind dat geen enkel probleem. Integendeel, het is precies het goede antwoord. Doorgaan met leven, doorgaan met wat je van plan was. En natuurlijk, voorzitter, reken ik erop dat het kabinet alles doet wat in haar vermogen ligt. Dat er goed contact is met Europese partners en internationale bondgenoten. Dat politie en veiligheidsdiensten waakzaam zijn. Maar voorzitter, verwacht van mij vandaag geen vragen aan het kabinet of ferme eisen verpakt in gespierde woorden. Ik wens het kabinet slechts